Het geneesmiddel van de week is protamine. Protamine is een klein eiwit dat gebruikt wordt als antidotum bij ernstige bloedingen door heparine. Protamine wordt verkregen uit sperma van bepaalde mannelijke vissen zoals de zalm. Tegenwoordig kan het echter ook via recombinante technieken worden verkregen. Protamine is een klein eiwit bestaande uit 33 aminozuren. Vanwege de 21 arginine-aminozuren die in protamine zitten, heeft het een sterke positieve lading. Hierdoor kan het goed binden aan negatief geladen stoffen. Deze positieve lading wordt ook gebruikt wanneer men de werking van heparine wil couperen. Heparine wordt gebruikt als antistollingsmiddel en kan in overdoses zorgen voor ernstige bloedingen die levensbedreigend kunnen zijn. Bekijk het filmpje over heparine voor meer informatie. Heparine is negatief geladen door de zwaveltrioxide groepen in het molecuul. De positieve lading van protamine kan binden aan de negatieve lading van heparine. Het complex dat gevormd wordt, heeft geen antistollingseffect meer. In deze tabel is het effect van protamine te zien op de remming van heparine en verschillende laagmoleculair heparines, oftewel LMWH's. Heparine is hier aangegeven met UDH, wat ongefractioneerd heparine betekent. Bovendien kun je zien dat de remming van het antistollend effect bijna 100% is. Echter, protamine heeft een minder groot effect op laagmoleculair heparines, zoals nadroparine. De maximale remming is dan 25 tot 50% en kan voor iedere LMWH anders zijn. Bij fondaparinux, een volledig gesynthetiseerd molecuul, is protamine zelfs helemaal niet werkzaam. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het molecuulgewicht en dus de grootte van het molecuul. Het heeft in dit geval ook geen zin om de dosis van protamine te verhogen. Hierdoor kan protamine namelijk zelfs zwak anticoagulerende eigenschappen laten zien. Wel kan het zinvol zijn om een continue toediening protamine te geven vanwege de lange halfwaardetijd van LMWH's. Protamine wordt alleen via de parenterale toedieningsweg toegediend. Dit is in de eerste plaats handig omdat het zo sneller beschikbaar is na de intraveneuze toediening. Bovendien zal protamine, zoals alle eiwitten, in de maag afgebroken worden, waardoor een orale toediening dus niet geschikt is. Omdat een gedeelte van het protamine-heparine-complex in de lever weer wordt afgebroken tot een onafhankelijk heparine en protamine, kan het nuttig zijn om na intraveneuze toediening ook nog een intramusculaire toediening te geven. Deze zal langzamer vrijkomen in de circulatie en dus een langer antistollingseffect uitoefenen. Vanwege de kans op cardiovasculaire bijwerkingen als hypotensie en bradycardie moet er langzaam intraveneus toegediend worden. Bovendien moet er gelet worden op overgevoeligheidsreacties en dan speciaal bij mensen met een viseiwitallergie en eerder gebruik van protamine, ook in combinatie met insuline. Verder kunnen er bijwerkingen optreden als misselijkheid, braken en vermoeidheid. Samenvattend is protamine een klein eiwit met een grote positieve lading. Hierdoor kan het een stabiel complex vormen met heparine, waardoor het antistollingseffect van heparine wordt tegengegaan. Protamine kan dus als een antidotum voor heparine fungeren. Protamine is minder werkzaam bij LMWH's en onwerkzaam bij het couperen van fondaparinux. Bovendien wordt het alleen parenteraal toegediend en moet er gelet worden op overgevoeligheidsreacties en cardiovasculaire bijwerkingen.